Hi, goeiedag. Welkom bij mijn kanaal. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb wat dingen geshopt bij de Boozy Shop. En die ga ik je laten zien. En we gaan ook iets proberen. Ik heb alles al op, behalve bronzer. Wat ik als eerste had besteld, zijn de... Ja, dan krijg je zo'n doosje. En daar zijn dan deze... Er zitten er vier in. Van deze marshmallow make-up sponsen. Deze heb ik net gebruikt. En die worden zo groot. En heel zacht. Ze zijn redelijk stevig. Niet heel. Maar ze worden echt... Nou. Ik had er hier één van. Maar ik vind deze geweldig. Echt geweldig. Dus ik dacht, ik bestel er nog een boel en dan kunnen die anderen langzaam weg. De gewone sponsen bedoel ik. Dit zijn echt mijn sponsen. Deze zijn geweldig. Van de Boozy Shop zelf. En er was er een limited edition collectie van Catrice. Heel random. En dat is de... Ga even mijn bril opzetten. Is wel leuk als het ergens staat. Catrice Cosmetics. Maxi Bronzing Powder Light. Het staat nergens. Oké, nou, het was een limited edition en het is dus een bronzer en een kwastenzet. Nou heb ik die kwastenzet niet gebruikt, want die ga ik nu pas openmaken met jullie. Maar die komt dus in zo'n doos. En ik heb er geen kwasten van Catrice, dus ik dacht, laat ik het maar een keer proberen. Dit zijn ze. Nou ja, dus dat. De bronzer die erbij hoort is deze. En die ziet er dan zo uit. Ik zal even dat plasticje eraf halen. Die ziet er dan zo uit. Hij ziet eruit als een redelijk goede contourkleur. Hij is een beetje cool. En wat ik dan, wat ik cadeau kreeg, was een shader brush. Nou, altijd handig. En ik heb nog de Boozy Shop Ultimate Pro. De UP02. Dat is hun bronzerkwast. En die komt dan in zo'n zwarte hoes. En dan zo. Maar die is dus... Oh, die is wel heel fluffy. Maar die is dus niet helemaal rond. Zie je dat? Die loopt een beetje hier afgeknepen af. Dus ik dacht, nou, dat wil ik wel proberen. Dus we gaan de bronzer proberen met de nieuwe Boozy Shop kwast. Bronzer is een beetje poederig. Zien jullie er iets van? Nou, ik zie hem hier wel. En wat ik vooral vind, is dat hij niet zo oranje is als
bronzers normaal zijn. Ja, nou, best oké. Okay. De kwast weet ik nog niet of ik die fijn vind. Dat... Even een beetje fixing spray op en dan zijn we gelijk klaar. Zo. Want ik had de rest allemaal al gedaan. Even Baywatch moment. Over Dory, echt. Was die mascara weer niet goed droog? Nou, alleen de kwasten van Catrice. Heel zacht. En dan zit er een soort contourkwast bij. Ik weet niet of ik ze te zacht vind. Kijk, ze geven redelijk veel mee. Ik gebruik normaal gesproken, nee, niet deze. Deze van de Boozy Shop. Die is wat dikker. En kijk, die geeft iets hier aan de achterkant iets meer weerstand dan deze. Maar... ga het gewoon proberen. Deze ziet er wel heel mooi dun uit. Ja. Voelt verder gewoon prima. Een heel klein beetje oogschaduw erop doen. Nou, met de oogschaduws, kwasten bedoel ik dan, kun je echt prima werken. Ja, dit was een heel kort filmpje, maar het enige wat Catrice heet is dus de kwasten en de bronzer. En het is een hele aparte random collectie. En er staat ook nergens vermeld hoe het heet. Heel raar. Enriched with vitamin E. Oké. Okay. Maar waarom staat er nergens op hoe dan die collectie heet? Nou, ik vond het een mooie, het is een mooie wat koelere bronzer. Daar hou ik van, ik hou niet van dat overdreven oranje gedoe. Hij is niet bijzonder gepigmenteerd. Maar voor mij net genoeg, zeg maar. Dus, nog niet zo lang wakker. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag. Ja, meer kan ik er nu niet van maken. De kwasten voelen goed. De oogkwasten zeker. De blushkwast weet ik nog niet. Moeten we even kijken hoe we dat gaan vinden. En verder dan... kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Doe een duimpje omhoog en laat een... opmerking achter. Heb je iets waarvan je denkt, dat moet je echt een keer proberen. Dan hou ik me aanbevolen, wil ik graag weten. Ik probeer graag nieuwe dingen. Of een merk, of een product. Of dat maakt niet zoveel uit wat het is. En abonneer op mijn kanaal, daar help je me mee. Want dan kunnen we een beetje groeien, nog wat meer.
En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!